Gesprekken tussen SATCA en OBTNC over vliegveiligheid. Suriname binnenkort 3 hospitalen rijker. En Miguel Díaz-Canel, nieuwe president van Cuba. Dames en heren, goedenavond. Het journaal op donderdag 19 april. De heersende problemen rond de vliegveiligheid zijn vandaag door de luchtvaartautoriteiten besproken. De Surinaamse Luchtverkeersleidersassociatie SATCA heeft een gesprek gehad met het hoofd van de luchtverkeersdienst Faisal Baren en de directeur van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Joyce Blokland. Alhoewel SATCA-voorzitter Hinaru Alpin het een vruchtbaar gesprek vond, wilde hij niet veel kwijt over het bereikte resultaat. U heeft gemerkt dus dat ik hier ben geweest om een gesprek te hebben met een delegatie van het ministerie. En zaken zijn dus besproken geworden. Over en weer hebben we dus aangegeven hoe zaken opgelost kunnen worden. En ik wens de leden eerst te informeren. Het gaat niet elegant van me zijn om zaken nu in de media te bespreken. En dan moeten dus de leden het via de media vernemen. De SATCA heeft later op de dag in een persbericht laten weten dat de leden vandaag per onmiddellijke ingang in actie zijn gegaan. In een gesprek met onze nieuwsdienst heeft de voorzitter dit niet bevestigd, nog ontkend. Aanleiding van de actie zou zijn het uitvallen van het geautomatiseerde berichtenafhandelingssysteem. Joyce Blokland, directeur van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zegt juist dat partijen elkaar op enkele punten konden terugvinden. Ik kan aangeven dat als zaken door gecommuniceerd worden naar het ministerie, dan, en als de communicatie goed was geweest, dan was dit probleem opgelost zoals we het nu al hebben opgelost. De luchtvaartdienst heeft ondertussen gezorgd voor een backup. De luchtvaartdienst van Guyana heeft apparatuur in Breukelen afgestaan om de dienstverlening voort te zetten. Het apparatuur is vanmiddag rond 3:30 aangekomen. De technici van de luchtvaartdienst zijn bezig om het systeem te installeren op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. Daar hebben wij binnen een dag van Guyana de toezegging gehad dat wij een server van hun ter leen mogen in gebruik mogen nemen, totdat de upgrade, de structurele upgrade die ons weer jarenlang zoet zal houden, van de grond is. En conform de gesprekken die we hebben met het bedrijf, dat de upgrade doet, een buitenlands bedrijf, dat moet ook, dat is het systeem, zal het dus ongeveer 30 dagen duren. Maar voor die 30 dagen hebben we dus dan ook weer 2 zaken in place. Eén, we krijgen een server van Guyana, die komt vanmiddag aan met de Trans-Guyana flight. En we hebben ons contingency plan die in werking is. En dat was het hoofd van de luchtverkeersdienst, Faisal Baren. Samen met de regionale gezondheidsdienst, RGD, zal het ministerie van Volksgezondheid 3 hospitalen opzetten in de districten Saramaka, Koroni en Kommewijnen. Dit zei minister Antoine Elias gisteren tijdens een oriëntatiebezoek aan de districten in het westen. We willen voor eind van het jaar alle 3 in place hebben met de hulp van specialisten die gaan worden aangetrokken vanuit Cuba. Trouwens, RGD heeft heel wat goede Cubaanse artsen. En natuurlijk als er Surinamers zijn die hun handje onder het werk willen zetten voor wat interne geneeskunde zijn en kindergeneeskunde, zijn die ook van harte welkom. Ze kunnen hun sollicitatie indienen bij RGD. Maar goed, dat is punt 2. Feit is, binnen 3,5 maand, ik heb met mijn werkarm, de directeur van RGD, al gesproken. We hopen uiterlijk eind september een Koroni hospitaal open te hebben. Kost bijna niks, omdat de infra er is. Het gaat meer om de bemensing. En de bemensing zullen we doen met behulp van de Cubaanse en waarschijnlijk ook de Nederlandse specialisten. Volgens de minister moet de focus niet alleen gericht zijn op Paramaribo. De districten en het binnenland verdienen ook aandacht. Verder gaf de bewindsman aan dat de situatie van het staatsziekenfonds is besproken. Naar zijn zeggen moet het ZF terug naar de oude werkwijze. We gaan ook
specialistische zorg via de RGD-polies bieden. We denken aan interne en geneeskunde en kindergeneeskunde, pediatrie. Verder hebben we een petto dat wij met de RGD ook de apotheken van staatsziekenfonds gaan overnemen. Het is de bedoeling dat de zorgverlening bij de zorgverleners blijft, zoals bij de RGD. En dat staatsziekenfonds vooral zich gaat bezighouden met de verzekeringen, zodat de geldstromen goed in zicht zijn en dat er geen zorgverleenactiviteiten zullen zijn voor staatsziekenfonds. Back to the basics, zeg ik. En we hebben het al in de regeringskringen besloten. En dat zal heel gauw zijn beslag krijgen. En dat was de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. De Islamic Development Bank opent binnenkort een kantoor in Suriname. Daarmee wil de Islamitische Bank de armslag in de regio vergroten. Door te doen van Suriname is buurland Guyana nu als tweede land in de CARICOM ook lid van deze financiële instelling. Dit kantoor in Paramaribo moet operationeel toezicht houden op Suriname, Guyana en de Caribische gemeenschap en Latijns-Amerika. Het kantoor zal ook het internationale profiel van CARICOM verhogen. Naast het IMF, de Wereldbank, de Caribische Ontwikkelingsbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zal de ISDB de regio gunstige concessionele leningen, subsidies en de benodigde technologie aanbieden. Deze 43e vergadering van de governors van de ISDB werd van 3 tot en met 5 april in Tunis gehouden. Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, was ook aanwezig tijdens deze vergadering. De president van de ISDB, Dr. Bandar Hayar, riep op om met een nieuw ontwikkelingsmodel te komen. Een strategische, lange termijn economische transformatie voor de lidlanden moet worden ontwikkeld, aangestuurd door de 4 P's. Public, private, philanthropy en partnership. Hoefdraad zei dat de ISDB een belangrijke partner is geweest in het herstel van de Surinaamse economie en het verbeteren van de groeivooruitzichten van ons land. De twee inheemse dorpen, Hollandse Kamp en Witsanti, zullen geen last ondervinden van uitbreidingsactiviteiten op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Directeur Vijay Chotkan van NV Luchthavenbeheer zegt dat in het projectontwerp van de uitbreidingscapaciteit en van de luchthaven daarmee rekening is gehouden. De dorpen zitten namelijk in het concessiegebied dat in 2012 is uitgegeven aan NV Luchthavenbeheer. Chotkan geeft aan dat er geen vrees hoeft te zijn dat deze dorpen door te doen van NV Luchthavenbeheer zullen ophouden te bestaan. Zoals alles is uitgezet en de contouren van dit project ook aangeven, dan ligt het niet in het woongebied van de dorpen, maar daarbuiten. En ik zei het al eerder, het gaat gewoon om braakterrein waar het zal worden uitgevoerd. Waar dus niemand op dit moment woonachtig is. Daar zal gebruik worden gemaakt om dit project verder uit te voeren. De voorzitter van de FITS, Theo Jubitana, had eerder in het journaal zijn zorgen geuit over het feit dat twee inheemse dorpen in 2012 zijn meegenomen in de uitbreidingsconcessie van de luchthaven. Wel, oorspronkelijk is het heel dorp, het woongebied, dus uitgegeven in beschikking. Dus alle huizen die u hier ziet, is op de beschikking van de luchthaven op dit moment. Zoals het nu voorstaat, dat de beschikking aan de luchthaven toebehoort, is dat het geval, ja. En dat creëert een hele grote onzekerheid voor de woongemeenschappen Hollandse Kamp en Witsanti. Chotkan benadrukt dat er terdege rekening wordt gehouden met de belangen van Hollandse Kamp en Witsanti. Nu is men in de fase waar er een social impact en milieustudie wordt verricht. Hierin worden oplossingsmodellen bekeken voor het vraagstuk van de dorpen. Nadat wij met elkaar hebben gezeten, dan heb ik het over luchthavenbeheer, met de inheemse broeders, dat natuurlijk uit de gesprekken een aantal zaken zullen voortvloeien. Dat wordt natuurlijk uitgewerkt door de consultant en daar vindt er weer terugkoppeling plaats met de broeders. De bedoeling is nu om ook in de dorpen, in de twee dorpen, te gaan en te praten en te luisteren naar de mensen en de zaken die ze natuurlijk voortbrengen. Naar voren brengen
om dat ook uit te werken en te kijken van hoe daar rekening mee gehouden kan worden. Het gaat natuurlijk om hun woonomgeving. En daar ga je natuurlijk alles aan moeten doen om overlast, zo min mogelijk overlast te betekenen. Maar ook natuurlijk dat je met een aantal andere factoren rekening gaat moeten houden om het zo aan te geven. Chotkan benadrukt dat de uitbreidingsplannen voor een betere concurrentiepositie binnen de regio moeten zorgen. Het ADEC University Project verloopt vlot. De studentenwoningen die meer dan 1500 studenten zal kunnen herbergen, is onderdeel van dit kolossaal project. Dit project bestaat uit drie fasen. De eerste fase wordt medio september opgeleverd, waarbij 350 studenten alvast gehuisvest kunnen worden. De vicepresident Ashwin Adheen geeft aan wat dit project betekent voor ons land. Ik heb behoefte aan meer studenten kunnen faciliteren op de universiteit en hier in de omgeving. Dus ik zeg, als wij met die visie van de president die hij 2013 al gepusht heeft om te zeggen laten we dit realiseren. Nu staat fase 1 er al. We hebben nog twee fases te gaan. Na fase 1 hebben we al iets concreets opgeleverd waar studenten gebruik van kunnen maken. Want alle deelelementen om het geheel op gang te brengen is er al. Dat hebben we invulling gegeven aan de visie van de president om nu de uitbreiding en de toegankelijkheid voor studenten buiten de stad hier mogelijk te maken. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, die dit project betitelt als crème de la crème, vindt dat er nu gekeken moet worden naar de voorwaarden. Volgens haar is het van belang om de eisen vast te stellen. U hoort... Overal waar ik kom, zowel in de regio als in Europa, andere landen, Azië, hebben de studenten hun eigen campus. Het is belangrijk als je studeert dat je ook heel dicht bij het centrum bent, dat je niet ver hoeft te reizen om naar de BIEB of tot ergens te gaan. Dus de campus voor de student is heel erg belangrijk. Deze campus is heel speciaal, want het is echt high level. Nou, in de eerste groep, die dus al in oktober hier mag komen, dat is meer dan 341 dingen. Dus wij gaan ook direct beginnen met de commissie om de criteria, hoe meld je je aan? Dat is een vooraanmelding. Je moet dus aan bepaalde eisen voldoen. En er moeten ook afspraken gemaakt worden. Dit project wordt door Israël gefinancierd. Surinaamse bedrijven zijn belast met de uitvoering. Dirk Emanuels, directeur bij het architectenbureau Architect Studio, legt uit wat dit project allemaal behelst. Twee zaken die bij komen kijken, dat zijn twee research buildings. Dat zijn de kantoorgebouwen waar het INTEC en het IMO respectievelijk in gaan worden gehuisvest. Dat zijn twee instituten van de universiteit die zich bezighouden met INTEC doet dat met technisch onderzoek en IMO is maatschappij-wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast komt er een auditorium, dat is een gehoorzaal, dat goed genoeg is voor 1200 mensen om in te zitten. Zo'n auditorium is een multifunctioneel gebouw. Het is niet alleen voor het verzorgen van colleges, maar je zou er ook een concert in kunnen geven. Je zou er een aantal zaken extra in kunnen doen, anders dan colleges in afdraaien. En annex dat auditorium is er een foyer, een grote forum, ontvangstruimte waar je ook andere ontvangsten in zou kunnen doen. Volgens Emanuels is er ook ruimte voor recreatie en sport. Dit project moet in 2019 helemaal opgeleverd worden. En Romeo Wezenhagen, eindredacteur van het STVS Journaal, is vandaag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hij is drie decennia verbonden geweest aan de STVS. In verschillende perioden heeft hij als verslaggever en eindredacteur zijn krachten gegeven aan het journaal. Op 10 april kreeg de STVS het droevig bericht dat Romeo Wezenhagen er niet meer is. Vandaag moesten we afscheid nemen van onze collega. Met de STVS kwam hij voor het laatst langs en had het personeel de gelegenheid hem een laatste groet te brengen. Hierna vertrok de stoet naar Hodimihi Krastibi, waar ook familie, collega's, vrienden en kennissen een terugblik deden op onder andere zijn loopbaan. Wezenhagen heeft in tijden van de Binnenlandse Oorlog spraakmakende reportages gemaakt in het oorlogsgebied. Ook aan diverse achtergrondprogramma's heeft hij met hart en ziel gewerkt.
Onder andere het programma Na het Nieuws met Wijlen Humbert Pinas als presentator. Het laatstgenoemde vormde hij een koppel dat op onnavolgbare wijze de actualiteit bracht op de nationale zender. Deze Hagen stamt uit de tijd van de dames Ingrid de Vlucht en Noralie Beyer. Romeo Wezenhagen heeft een goede staat van dienst gehad binnen het Nationaal Leger. Als kapitein was hij tot zijn pensionering de woordvoerder van het leger. Romeo Wezenhagen is 61 jaar geworden en dit was het Nationaal Nieuws. We zijn er straks met de internationale berichten.